Ik heb hem gezegd toen hij zijn eerste keer kandidaat was, je hebt een voordeel van uw familienaam, Herman de Croo. De Croo is gekend Vlaanderenwijd en Belgiëwijd waarschijnlijk. Ik ben 52 jaar in het parlement geweest. Maar je hebt maar 4 jaar tijd om u een voornaam te maken. Alexander de Nieuwe, die moet je maken. En ik heb het gevoel, met al mijn nederigheid, dat hij die voornaam gemaakt heeft. En of hij zijn naam gemaakt heeft. Zo'n lief Alexander schopt het vandaag tot het allerhoogste niveau. Toch doet hij volgens zijn vader niet aan politiek om zelf carrière te maken. Het is een man die politiek doet voor de zwaksten. Voor de mensen die het meest nodig hebben. Tot wat dient de staat, tot wat dient Vlaanderen en België, tot wat dient Europa. Om de mensen te helpen. Zij die werk zoeken, zij die ziek zijn, die oud zijn, die geen geluk gehad hebben in het leven. Zij die het geluk hebben om te kunnen werken, van te mogen werken, van graag bij te dragen tot de maatschappij. Geef ze de kansen, maar help ze toe degene die het lastig hebben. Het premierschap in België is al geen gemakkelijke job, maar nu moet De Croo ook nog eens een regering met 7 partijen leiden. Een aards moeilijke opdracht. Een job die 3 jaar open staat, moet geen gemakkelijke job zijn. Maar hij is erin gevormd. Zijn grootvader was burgemeester, zijn vader was burgemeester. Hij weet hoe een gemeente draait en rijlt, hoe de gevoeligheden zijn, hoe men respect moet hebben de ene voor de andere, hoe men moet samenwerken, ook met tegenstrevers. Ik denk dat hij dat aan kan. Het moet ook mogelijk zijn het aan te mogen doen natuurlijk, wat nu het geval is.